Na een afwezigheid van 7 jaar is het eindelijk weer zover. We zijn er weer bij op een eindtoernooi. Dus is de tijd nu weer aangebroken om het land helemaal oranje te kleuren. En dat gaan we met z'n allen doen. Daarom rijd ik in mijn oranje truck van Hornbach en trap ik af bij een aantal oranje coryfeeën en superfans. Met maar één doel, maak alles oranje. Deze aflevering ben ik op de Marktweg in Den Haag. En tijdens toernooien is deze straat helemaal oranje. En de grote aanjager van die Oranjestraat is Danny. En bij hem ga ik op bezoek. Hallo jongens. Lekker bezig al. Maar ik ben op zoek naar Danny. Binnen, lekker. Ja, volk. Ja, kom maar binnen. Goedemiddag, Jan Joost. Danny. Superman dat je er bent. Leuk. Jammer dat je niet van oranje houdt. Nee, erg hè. Goh. Erg hè. Hey, dit is de ultieme mancave. Leuk hè. Dit is echt wat eigenlijk elke Nederlandse man zichzelf altijd voorstelt bij wat plekje voor zichzelf. Ja, 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 we zijn er ook super trots op. We hebben het vaak over we maken alles oranje. Ja. Nou, jullie maken echt alles oranje to the max. Dit was 2014 hè? Ja. En hoe is dat toen gegaan? We hadden natuurlijk in 2014 zijn we echt officieel uitgeroepen door de mooiste Oranjestraat van Nederland. We hebben The Guardian gehad, Fotograaf, Duitse media, noem alle media maar op, is geweest. Ik krijg nou gewoon kippenvel als ik eraan denk. Ja? Ja, echt waar. En als er een wedstrijd is, dan gaat de tuin open? Er wordt een hele overkapping gemaakt. En dan, tribunetje ook nog niet? Ja, ja, die gaan we ook weer neerzetten. Ja? Ja, 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 ja. En we moeten natuurlijk nou heel goed gaan bouwen, want iedereen heeft natuurlijk coronakilo's natuurlijk. Dus er moet een heel goed tribune neergezet. Want wat is jouw oranje gevoel? Wat is dat dan? Ja, moet ik het zeggen? In een beleving is het gewoon als je iedereen mee ziet doen en de saamhorigheid en zo, weet je, dat is het gewoon. Het is gewoon. Is dat het mooiste saamhorigheid misschien? Ja, 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 ja. En vooral hier in de buurt, want we hebben een multiculturele wijk hebben wij. En ik bedoel, alles komt bij elkaar. En het is dus jullie hebben oranje Turken, oranje Marokkanen, alles, oranje alles. Surinamers, maakt allemaal niks uit. Alles, alles. En nou heb ik wel begrepen dat als je jou iets vraagt over voetbal, dan zeg je vriend, tot de volgende keer. Ik drink bio. En je zegt het, en ik zie de straat. En ik laat het. Moet het ook nog even over voetbal hebben, maar dan moeten we dus naar buiten eigenlijk. Als je nou om je heen kijkt, hè? Ja. Kijk, de gasten zijn goed bezig. Ja. Maar maak je een beetje zorgen of het afkomt? Het komt ons nooit klaar, want ik bedoel, tijdens de wedstrijd staan we nog enthousiëren. Die oude Nelis die daar bijna van die ladder afvalt, dat is Raymond. Ja. Ray! Normaal heb ik hem altijd met elke wedstrijd heb ik deze aan. Ik moet ook zeggen, je knapt er wel van op als ik eerder. Ja. Nou ja. Ik ben nog nooit natuurlijk Europees kampioen geworden of wereldkampioen. Nee. Maar dit jaar. Wij worden Europees kampioen. Wij worden Europees kampioen. Qua trainer vind ik het niet zo heel goed. Nee, je hebt liever niet de trainer, maar oké. Spelersmateriaal. Memphis, goed genoeg. Memphis erbij. Stefan de Vrij achterin lopen is een beest. Ja. Dus als hij meedoet, ja, dat vind ik ook top. Vertel maar even, jongens, wat gaan wij hier nog zien? Wat krijgen we nog? Bij de huizen, daar komen de ramen, daar komen mooie lichtslangetjes zo. Alle palen. Ook aan de overkant van de straat. Alle bomen, alle muren wat je hier ziet, wordt ingepakt. De klapper, die moet nog komen. En dat is die 25 kilometer vlaggetjes. En dat wordt echt een klapper. We hadden toen in 2014 14,8 kilometer. En nu gaan we 10 kilometer erbij. 10 kilometer erbij, bam. Nou is hier zometeen één grote oranje zee. Ja. Blijft het, ja, jij zegt ze, we winnen, dus het blijft het hele toernooi hangen. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, tuurlijk blijft het hangen. Ja, trek je hem door ook nog naar de Olympische Spelen? Of, Nou, als ze winnen, dan misschien. Als ze winnen, dan denk ik zomaar is dat. Dan gaan we misschien nog oranje schaatsen bij. We gaan oranje fietsen aan alle. Maar ik wil ook even één dingetje, want ik wil wel een klein minuscuul onderdeel doen. Je moet ook wat doen. Wat mag ik doen? Raymond, wat heb je voor gedacht? Jij mag een potje. Echt de onhandigste gast van Nederland. Jij mag een potje helmen. Help mij aan de klussen. Waar is die helmen? Ja, lekker bezig. Lekker hoi. Hop, Matthij. Het woordje mooiste moet erbij. Ja, en die ga je verdienen. Dat gaan we verdienen. Die ga je verdienen. En ik kom een potje kijken, dat lijkt me duidelijk, hè? Jongens, top. Hij is superman. Dankjewel. Hey, bedankt. Dankjewel. Super.